Ik zit hier in de molen van meneer Vellekoop, die zit naast mij. De molen is onderdeel van de driegang, de molendriegang van de gemeente Leidschendam inmiddels. En meneer Leen, ik mag Leen zeggen, woont in de onderste molen, zoals ze het noemen. Dus vanaf de weg af gezien is het de allerachterste. En dan ga ik u vragen, hoe ben je nou hier nou toch verzeild geraakt? Dat is in het kader van de woningnood in de 50e jaren. Ik ben voor mijn militaire diensttijd ben ik een echte Westlander. Daar ben ik ook geboren. En toen ben ik in de militaire dienst gegaan. En na mijn militaire dienst ben ik hier bij de provinciale waterstaat komen werken. Hier. En onder de onderhoud van wegen had ik toen. Nou, en toen zocht ik dus eigenlijk een woning. Maar de woningnood was erg groot, ook in Leidschendam. En toen ging de provincie, de waterstaat waar ik dus werkte, die ging deze drie molens aankopen van de polderbestuur ter behoud van de monumenten als zodanig. Toen kwam de middelste molen leeg en toen werd mij die molen aangeboden. En nou, wezen kijken, maar dat was niks. Toen hebben we hier de sleutel, moesten hier de sleutel halen bij deze mensen. Hier wonen de echte beroepsmolenaar nog op, die toen altijd al jarenlang met de molens hadden gemalen. Toen zegt die mevrouw, hij zegt, nou, ze zegt maar, wij gaan er volgend voorjaar in maart gaan wij eraf. En dan komt deze molen ook leeg. Zeg, nou, laten we dan daar maar op wachten. Toen zijn we in 1956 zijn we getrouwd en toen zijn we in deze molen gekomen. Maar heel primitief. Want dit was maar een klein vierkant kamertje met dit ene raam, wat je hier ziet. Er was geen elektriciteit, er was geen waterleiding, er was geen gas. Het was allemaal heel primitief. Dus wij hebben nog 4 jaar zonder al die nutsmiddelen gezeten. Dus we zeggen, dat waren de mooiste jaren, zeg mijn vrouw altijd later. En in die tijd zijn ook de twee kinderen geboren. Toen werden uiteindelijk toch de molens gerestaureerd toen ze van de provincie waren. En toen was er een technische opzichter die dat moest begeleiden. En die had al gauw in de gaten dat ik erg geïnteresseerd was in dit werk. En zo ben ik erin gerold, ja. Later ben ik de technische begeleider ook geworden in het hele molengebeuren. Niet alleen hier, maar namens de provincie Zuid-Holland. Die lenen subsidies aan andere molens ook in Zuid-Holland. Mm-hmm. Dus dat mocht ik dan ook allemaal een beetje nagaan en een beetje begeleiden. Nou, deze staan er nou inmiddels al deze molen dan niet. Want die kan draaien en die draait ook af en toe nog wel eens. Maar de andere twee hebben 2 jaar stilgestaan. Wegens grote reparatiewerkzaamheden aan de fundering. Maar die zijn nu klaar. Dus ik hoop dat we dus nu aanstaande molendag, de 14 mei, ja. dat we dan weer mee kunnen draaien met z'n drieën. En die fundering? Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, die middelste molen is een klein beetje in de polder ingezakt. Om het verdere zakken te voorkomen, heeft de provincie nou gemeend om daar toch een andere fundering onder te stoppen. Aan de buitenkant de grond weggraven en dan onder de molen een beetje zien dat je onder de oude houten fundering komt. En dan wat paaltjes erin pulsen. Want die kan je natuurlijk niet heien. En daarop ligt nu een hele zware betonlaag van een kleine meter. Zo. En die molens die zijn natuurlijk ook van 1672 zijn ze gebouwd. 72. Deze ook. Maar deze is in 1901 is die een keer afgebrand. En toen hebben ze hem opnieuw opgebouwd. Ik heb het net straks in het begin zeiden we al, het is een driegang. En dat wil zeggen dat in 3 trappen wordt het polderwater naar voren geloosd. Het bijzondere van deze molens is, hebben ze in 1672 op 1 niveau hebben ze de molens gebouwd. Mm-hmm. Alleen de opvoerwerktuigen die in de molens zitten, die hebben ze steeds dieper laten zakken. En deze molen zit het vroegere scheprad de diepste. Vandaar dat qua woning ook de meeste ruimte biedt. Okay. In de andere molens is het wat minder. Het scheprad zit aan de buitenkant? Dat zit allemaal in de molen. Je ziet dat aan de buitenkant niet. Nee, nee. Hier zat het vroeger ook, maar doordat
in de loop der jaren de polder hierachter voor Lieverlee toch ingeklonken is. En dan steeds maar ook het polderpeil gaat verlagen. Mm-hmm. Kon dit scheprad van deze molen niet veel water meer pakken. En toen hebben ze in 1944 hebben ze hier een open centrifugaalpomp ingezet. Maar dat is eigenlijk nooit een goed succes geweest. Want in 1951 hebben ze toen besloten om deze driegang buiten werking te zetten. Ze zijn nog wel bedrijfsvaardig hoor. Okay. Dus alles zit er nog in. Dus als we draaien, dan geven ze ook water. Dit is de driemanspolder. Oh, toch? Ja. Ja. En die was in het verleden was die 1000 hectare groot. Dus die ging helemaal naar Zoetermeer. Oh, oké, okay. Maar hoe heet die polder dan aan de overkant van de Stompwijkse Vaart? Dat is de Starrepaardpolder. Oh, de Damhouder en Starrepaardpolder. En daar stonden vroeger ook 4 molens. Is dat zo? Ja, alle polders hier in de omtrek die zijn uitgeveend in het verleden. Mm-hmm. En droog gemalen. Waar je veen weghaalt, krijg je water terug. Nou, en die plassen die hebben ze dus droog gemalen, allemaal met molens. Want toen waren er nog geen. Nee. In 1840, 1835, 1840 kwamen pas de stoommachines hier zijn intrede doen. Hier de grote polder hebben ook een volle molen gehad. En hier stonden er ook 4, nu nog 3. Okay. En er stonden er ook nog 4 langs de Kostverlorenweg. Hier, naar de Kostverloren. Ja, ja, ja. En die maalden met 2 gangen van 4 hebben ze die 1000 hectare droog gemalen en droog gehouden altijd. Ja. Oh, okay. Ja. En die vierde molen, waar is die gebleven? Die stond helemaal vooraan bij het café. Oh, oké. Die stond langs de weg. Langs wat nu de Stompasse weg is. Ja, ja. Maar dat was toen geen weg. Dat was maar een grindpad. Ja, ja. Dat was een dijk. Die bovenmolen die hebben ze toen gesloopt. En toen hebben ze van de 4 gangen hebben ze een 3 gang gemaakt. Ik begrijp dat je niet echt een molenaar hoeft te zijn om hier te wonen. U bent dat inmiddels wel al 60 jaar. Hoe gaat dat straks? Nou, kijk, vroeger toen hoefde je geen molenaar te zijn om hier te komen wonen. Mm-hmm. Maar goed, ik was dan de enige die een beetje molengek was. En ik heb het mezelf dus aangeleerd. Maar later, toen heeft de provincie toch wel gezegd van de eerstvolgende bewoners, CQ molenaars die op de molens komen, die moeten wel een voorzien zijn van een zekere kennis. En die moeten dan ook maar dat diploma halen. Ja. Maar staan ze al in de rij te trappelen, dat u weet? Ja, er zijn al verschillende haaien op de kust om hier. Die komen zo af en toe hier even kijken. Goed, het is natuurlijk al een hele leuke stek. Ja. Maar ik heb een schoonzoon die zou dat graag doen. Dus we zullen wel even kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Ik laat me nog niet 1-2-3 direct wegsturen door iemand ook. En dat wordt ook gelukkig niet gedaan. Dus ik mag nog gelukkig blijven zitten zoals ik hier zit. Ja.